dus na 45 minuten een doelpunt van Verkouteren. Een 1-0 voorsprong. Nederland al 40 minuten met 10. Tijdens deze rust maken we gebruik van om Johan Cruijff even naar zijn mening te vragen, hier aanwezig. We kunnen uiteraard niet om de eerste vraag heen, dat is die uitsluiting. Hoe belangrijk is die nu? Nou, dat is natuurlijk zeer belangrijk als je een hele wedstrijd, want het gebeurde geloof ik na 2 of 3 minuten, met 10 man moet spelen. Dat heeft natuurlijk ongetwijfeld invloed. Een algemene indruk over het spelniveau? Nou, het spel is dus na dat je met 10 man speelt, is dat vrij duidelijk. Dat je bijna meer keuze als vrij te verdedigen, want er komt altijd nog een tweede wedstrijd en ik denk dat dat het uitgangspunt is geweest. Hoe zie je nog de kansen hier van Nederland in deze tweede helft? Nou, ik denk dat de enige kansen van Nederland hebben is dat als ze ergens in de buurt van het strafgebied een vrije trap kunnen krijgen en dan met een paar mensen naar voren dan proberen iets positiefs uit te halen. Nederland gebaseerd op de inbreng van Ajax, hoe beoordeel je dat, de Ajax aanwezigheid nu in deze Nederlandse ploeg? Nou, het zijn er dus 4. Die 4 hebben nu een moeilijkere taak gekregen. Die zijn allemaal wel vrij offensief ingesteld. Maar als je ziet dat Van Basten die speelt, ben ik daar dik tevreden mee. Hoe schat je de kansen nog in van Nederland over de 2 wedstrijden nu? Want dit is toch wel een... dit is eigenlijk jammer, hè, voor de wedstrijd ook. Ja, het is dus... inderdaad deed hij wel wat. Aan de andere kant kreeg hij ook een schop. Ik denk dat gewoon alle 2 gele kaarten op zich op zijn plaats geweest zou zijn. Ik vind de rode vond ik dus niet terecht. Helemaal op dat punt niet, want er was nog niets gepasseerd. Hij heeft hem natuurlijk wel min of meer geslagen. Hè, ja, maar hij kreeg een schop ervoor. Ik denk als je de beelden terugziet, dat je duidelijk ziet dat hij eerst op zijn scheenbeen getrapt wordt. En toen hij een reactie gaf, wat geven 2 macht natuurlijk. Maar om dan na 2 minuten een rode kaart te geven, vind ik ietsje overdreven. Goed, bedankt Johan Cruijff. En hiermee terug naar de studio bij Ivan Tsonk. Bon, je heeft gehoord wat Cruijff ervan denkt. En nu hebben we nog een paar specialisten zitten in de studio bij ons. Dus over naar Ivan Tsonk. Ja, die specialisten zijn dus Jos Daarden en Aad Kouthijzer. Johan Cruijff die zei daarnet, ik zou 2 keer geel gegeven hebben aan Kieft en aan Verkouteren. Wat denken jullie daarvan, Jos Daarden? Ja, ik denk ook dat dat wel de juiste visie was, want Verkouteren die lokte het eigenlijk uit en Kieft had de ongelukkige reactie. Dat is altijd in het voetballen, eerst trappen en dan opnieuw een klap uitdelen. Meestal is de tweede man dan toch eigenlijk het slachtoffer. Maar Verkouteren trapte zelf. Ik denk dat Verkouteren eigenlijk de eerste overtreding begaat. En ja goed, dan is hij zoveel prof om in feite dus uit te spelen hetgeen wat, wat hij op dat moment versiert toch. Hè? Ja, heeft het dan gespeeld? Het kan de kwalificatie zijn dus voor Mexico als België hiervan gebruik gaan maken. Dus, die tweede helft. Je stapt als Nederlandse ploeg met een bepaald concept, zoals dat dan Ginder heet, in het veld. Na 3 minuten ben je dan 1 man kwijt. In hoeverre wordt de organisatie daardoor gestoord? De organisatie wordt in zijn totaliteit gestoord natuurlijk. Je komt gewoon in totaal, kom je een man tekort. En ja goed, dan moet je het opvangen dus gewoon door zonder verdediging. In feite dus over het hele elftal. Ja, ik denk dat vooral de eerste minuten na zo'n uitsluiting, dat dat dan het belangrijkste is. Dat een aantal mensen dus gaan, want de trainer staat op dat moment eigenlijk machteloos. Aad is nu zelf trainer, dus dan is het eigenlijk die man die verantwoordelijk is voor het herschikken van de pionnen op het veld. En dat, ik weet niet wie dat met Nederland, maar ik denk dat ze zich snel hersteld hebben. Ondanks dat doelpunt dat dan viel, maar dat was dan toch een kwartiertje later. Maar het is belangrijk dat men onmiddellijk na die even de situatie overschouwt en onmiddellijk gaat ingrijpen waar nodig. Want het is natuurlijk een heel andere... Het is een omstelling van de ploeg, moet je zeggen. Omdat Kieft er dan uitging, hadden ze 1 spits minder of een hangende spits, of hoe je het noemen wilt. Hebben de Belgen goed gereageerd op die nieuwe situatie?
Nou, ik denk niet ten volle. Ik geloof dat ze er nog veel beter van kunnen gebruikmaken als ze inderdaad die flanken gaan gebruiken. Maar ja, dat is het probleem eigenlijk met de Belgische ploeg. Die hebben dus niet die flanken dus, die ze eigenlijk moeten hebben om nu in feite dus hier eigenlijk het nut van uit te halen. Om dus de Nederlanders onder druk te zetten. Het gaat nog te veel door het centrum en men brengt eigenlijk en men loopt eigenlijk nog te veel met de bal. Ja. En dat is geloof ik het hele het probleem dus, wat de Belgen op dit moment hebben. Ik denk ook dat België misschien nu eventueel een wissel kan doorvoelen om Tjernia dus in te brengen en dus een extra aanvaller er dus in te brengen. En om zo dus eigenlijk die druk op die verdediging nog groter te brengen. Tjernia Tinski erin brengen tijdens de tweede helft? Ja goed, ik zou het toch proberen, omdat je dus in deze ene wedstrijd volgens mij de kwalificatie volgens mij kan pakken. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld, we hebben dat eens meegemaakt, dat in die wedstrijd in Nederland Walter Meester uitgestuurd werd. En ik denk dat dat grote verschil tot nu, dus we zijn 45 minuten ver. België verzuimt het af te maken tot nu. En ik hoop alleen dat ze in de tweede helft gaan doen. Want als Nederland die kans krijgt, bijvoorbeeld in Rotterdam, om na een vijftal minuten tegen 10 man te mogen voetballen, dan maken ze wel af. Ik denk dat je vandaag de kans hebt om Mexico veilig te stellen. 3-0, 4-0, het zit erin. Maar je moet iets durven van de dag leggen vandaag. Natuurlijk een counter. Maar ik denk toch niet, het zal toch, zoals Cruijff komt te zeggen, uit stilstaande fases moeten komen. En zeker, maar wat mij ook opvalt, is dat Verkouteren nooit aan die linkerkant doorkomt. Kijk, nee, ja, dat is ook iets, daar wordt toch goed afgestopt door Wijnstekers op dat moment. Mm-hmm. Hè? Dat maar ja, daarom ook. Ze spelen met 10 nu en nog. En dan zou je normaliter toch zo lang moeten blijven rondspelen tot je aan de flanken. Erik kan het wel. En daar is Frankie kan het eigenlijk ook nog wel. Hè? Mm-hmm. Maar het komt eigenlijk nog te weinig in de wedstrijd tot uiting om dat in feite af te maken. Hè? Want als je dat centrum blijft opzoeken, ja goed, ik geloof dat juist daar die extra man van Nederland die loopt in het centrum, en dat is Van de Korput. Die zal er waarschijnlijk iets uitkomen dus bij momenten dus dat ze door kan komen. Maar ik geloof dat je dus nu met een extra aanvaller dus in te zetten, volgens mij toch Nederland helemaal op het doel kan vastplakken. Afgezien daarvan is Verkouter wel een goede wedstrijd aan het spelen, hè? Net zoals Van der Rijken. Ik vind ook Leo van der Elst met veel lef, veel brani voetballen. Ja, maar dat is dus Van der Rijken komt in deze wedstrijd altijd aan zijn trekken. Niet alleen wat men altijd zegt over schoppen of het ervaring die hij dan meebrengt, maar hij ziet het gewoon goed. En Verkouter, ja, dat is ook dat doelpunt, dat is klasse van hem. En hij zorgt nu, hij vindt die opening niet links, hij blijft daar niet wachten. Hij gaat zwerven eigenlijk. Hij gaat meer, misschien is het wel een beetje tegen zijn spel in, maar hij gaat toch openingen zoeken waar die eventueel te vinden zijn. Maar er zal een links, maar dan hebben we dat nadeel dat er weer een linksback staat die niet kan opkomen zoals het hoort. Dat is er oké, okay, omdat hij altijd naar zijn rechtervoet terug moet. Ja. En dat vind ik dan weer een nadeel. Dus bijvoorbeeld met een Gerard Plaisters daar vandaag, die zal daar wel profijt uit getrokken hebben, als dat eventueel kan. Want je krijgt toch maar een bepaald overzicht van die wedstrijd natuurlijk, omdat je niet... Ja, maar dan denk ik ook dat je op het punt bent gekomen om eventueel dus daarin een wissel te voorzien. Mm-hmm. Dus ja. Ik weet niet dus of het gaat gebeuren of meneer Thijs inderdaad dat risico... ik denk dat het een gepast risico is. Wat de Nederlanders dan betreft, een man die heel sterk aan het voetballen is, inderdaad. Rick de Sadeler heeft het ook al een paar keer aangegeven. Steekt er bovenuit helemaal, vind ik, is die Ruud Gullit, hè? Gullit is een hele sterke speler. Sjors zal hem al tegengekomen zijn in de Nederlandse competitie. Dat is een polyvalente speler die op alle plaatsen kan spelen, bij wijze van spreken. Maar het sterkste eigenlijk toch tot zijn recht komt op de rechterkant. En hij speelt in feite nu toch een beetje in het centrum. Ja. Ja, hij is de verbindingsman. Nu zeker meer dan ooit tussen aanval en verdediging, vind ik. Hij, omdat ook Rijkaard achterin die ballen gaat opeisen naast Van de Korput. Want Van de Korput doet opbouwend niet mee. Dat is ook normaal. Dus logisch, zeker nu met 10 man. Schuift gewoon in naar Rijkaard en Rijkaard en Gullit. Van daaruit vertrekken de eventuele aanvallende impulsen. Als die er zijn. Die zijn er weinig geweest, maar ze hebben toch ook een klein kansje gehad, de Nederlanders. Ze moeten het eigenlijk hebben, wat Johan in feite al net zegt, van de kleine momenten. Dus stilliggende fases op de 16 meter, een corner of een vrije trap. Daar moeten ze volgens mij een optimaal van kunnen gebruik gaan maken. Anders zal waarschijnlijk Nederland toch niet scoren in deze wedstrijd. Een man die een heel grote toekomst wacht, is allicht Van Basten. Marco van Basten die komt vanavond minder aan bod. Het is natuurlijk moeilijk voetballen, waarschijnlijk in ondankbare omstandigheden wat Van Basten betreft. Het is ook wel wat van aandacht, maar wat ik eigenlijk van de week al gezegd heb, dat dus Kieft en Van Basten eigenlijk niet goed kunnen samenspelen. Nou ja goed, ik denk dat het voor Marco op dit moment in de spits eigenlijk een enorme ondankbare taak is. Ik denk als hij op zijn spits nu in tegen zo'n overmacht moet voetballen, in feite bijna geen bal dus in de ploeg kan houden, dan wordt het voor een spits uiteraard moeilijk om aan een doelkans te komen. Ja, maar ik denk als er wat voorvalt in het spel, dus dat het toch ergens Van Basten zal zijn die mijn persoonlijke actie weer wat kan versieren aan die rechterkant. Want Ronquet heeft het toch moeilijk op bepaalde momenten. Dat hij even vrij kwam, zag je toch de wendbaarheid, het naar doel gericht gaan van hem. Maar ja, het is beperkt omdat ze dus toch met een man minder zijn. Dat is duidelijk aanvallend te merken. Verdedigend zie je het nog zo niet, maar aanvallend wel.
Ja. En ik denk ook dat nu het puntje wat we eigenlijk voor de wedstrijd eigenlijk al aangehaald hebben, dat het veld dus op dit moment eigenlijk te klein is voor de Belgen om daar helemaal optimaal dus gebruik van te kunnen maken. Speel je nu op een groter veld, dan ja, is het tegen 10 man natuurlijk nog veel beter. Laten we nog eens wat zeggen over de scheidsrechter. Een man die een erg rustige, zelfverzekerde indruk maakte. Die ook meteen ingreep in die 13 minuten al, daardoor ook van in het begin strak hield. Nou ja, ik denk dat hij het vrij rustig onder controle heeft. Ik denk ook dat die rode kaart natuurlijk daar ook wel voor een klein beetje tussen zit. Precies, ja. Men heeft dus wel gezien dus dat hij dus durft te pakken dus naar die rode kaart. En dat is voor alle spelers natuurlijk wel een schrik even natuurlijk. Maar ik vind het wel spijtig dat dat achter 3 minuten al gebeurt. Ja, ook ik vind dus dat de leiding op dit moment dus zeker heel goed en in goede handen is bij die scheidsrechter. Ik moet zeggen dat het ook niet echt vuil gespeeld is. En ik vind het al bij al nog een tamelijk goede wedstrijd. Dus gezien de wordt ook vrij open gevoetbald, alles dat ook, ja. Ik vind dat ook. Kan ook zijn, maar ik denk dat Nederland de ploeg niet heeft om te verdedigen. Ja. Ik denk dat we in Rotterdam wel iets anders zullen zien. Nou ja, dat is bewezen. Ik denk dat Nederland met deze kwaliteiten die op het veld staat in feite dus niet die verdedigende rol kunnen naar zich toe trekken. Want ze moeten gewoon die aanval spelen. En De Wit en Van Basten en Gullit die zijn gewoon aanvallend ingesteld. De vraag is dus wat die tweede helft betreft. Komt er een wissel aan de Belgische kant? Valt er verder nog wat te zeggen over die tweede helft? Wat verwachten jullie? Nou, maar luister, je bent zelf trainer natuurlijk, maar je kan moeilijk in de keuken van een ander kijken. Maar ik denk dat wij spreken volgens mij nu in deze tweede helft de kwalificatie kan bereikt worden door de Belgen. En dan geloof ik alleen maar dat je daarvan moet gaan gebruikmaken. Dus ik stel voor dus dat je dus gewoon een wissel gaat doorvoeren. Jij bent trainer van de Belgen op dit moment. Je hebt nog 2 minuten de tijd om wat te zeggen aan de spelers, om te wisselen. Wat doe je dan, kort? Nou, kort, ik denk gewoon dat we dus sneller moeten spelen. Wij moeten dus gewoon Oranje dus sneller op die, of tenminste, we moeten de momenten dus sneller spelen, die bal sneller laten gaan, de flank opzoeken. Ook moeilijk omdat je ze dus niet altijd heeft natuurlijk. En dan, ja goed, ik zeg nogmaals, ik zou proberen dus met een extra aanvallen toch... De Nederlanders helemaal in de problemen te laten. Ja, kort. Ja, ik hoop alleen dat ze het gaan afmaken hier. Als het vandaag niet, wordt het moeilijker. 1-0 of 2-1 eventueel, of 2-0. Maar ik voorzie dat ze 3-0 kunnen halen. Ja. Als er wat meer uit aanval gepuurd wordt nog, ja. Oké. Okay. Ik zie dat de spelers weer op het veld komen, dames en heren, daar in het Constant van der Stok Stadion in Anderlecht. We schakelen meteen weer over naar Rick de Saadleer. Hier heb ik al zo goed mogelijk rondgekeken en ik zie geen wijzigingen in geen van beide ploegen. En dat is ook een beetje normaal. Wij staan 1-0 voor. Nederland staat met 10. En dus 2 ploegleiders die eerst de zaken nog wat willen afwachten hoe het gaat evolueren. De vijand afmaken, dat schijnt mij veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zou het al een succes vinden als de 1-0 bleef. Ik dacht dat dat belangrijker was dan blind storm te lopen voor dat tweede doelpunt. En dan het risico te nemen dat Nederland scoort. Maar het blijft natuurlijk een feit dat het kan. Maar de sleutel van dat kunnen is dat tweede doelpunt. Dus de vraag is, komt er dat tweede doelpunt? En als het komt, wanneer? Guy Thijs zal ook wel gevraagd hebben om inderdaad wat breder te spelen. Maar in een sfeer zoals deze is dat gewoonlijk al na 5 minuten vergeten, want anders deden ze dat automatisch tijdens de eerste helft, als ze dat zelf zagen. Rankin, zoals in zijn beste dagen, zoals in Italië,